Bij sommige mensen gaat groeien niet helemaal goed. Hun botten krijgen niet het juiste signaal om te beginnen of te stoppen met groeien. Ze blijven klein of worden superlang. Zoals deze vrouw, Rumeysha Gelgi uit Turkije, is 2,15 meter. Maar de allerlangste mens ter wereld is een man, Sultan Kusun, toevallig ook uit Turkije. Hij is 2,51 meter. Sultan is 40 jaar en 11 jaar geleden stopt hij, met hulp van artsen, met groeien. Dat was goed nieuws voor hem, want al dat gewicht is erg zwaar voor zijn knieën. Die kunnen zijn lichaam maar moeilijk dragen. Ben yoruldum, delikundum. Ook moest hij telkens nieuwe kleren en schoenen kopen. Maat 62 heeft hij nu. Zulke grote schoenen vind je alleen bij een schoenmaker, gespecialiseerd in grote schoenmaten. Laat er nou net in Nederland zo eentje zitten, in Zutphen. Ja, dan heb je misschien wel aan mijn gezicht kunnen zien dat ik heel blij ben dat die schoenen goed passen. Çok güzel ayakkabılar oldu gerçekten yani böyle olacağını düşünmüyordum ve harika bir ayakkabı olmuş. Çok sevindim. Sultan is trouwens niet de langste mens die ooit heeft geleefd. Dat is deze man, Robert Pershing Wadlow. Hij leefde in Amerika zo'n 90 jaar geleden. Robert was 2,72 meter, dus nog zo'n 20 centimeter langer dan Sultan.